Zojuist heeft u een gemeentespotje kunnen zien waarin u uitgenodigd wordt om de expositie in het stadhuis te komen bezoeken. Het onderwerp is de nieuwe spoorbrug. Over die brug zal onze burgemeester nu iets meer gaan vertellen. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de bouw van de Hanzelijn. De Hanzebrug, de Hanzeboog is al eerder open gegaan en in december wordt de hele Hanzelijn in bedrijf gesteld. De dienstregeling gaat lopen in december en begin volgend jaar kunnen we allemaal sneller in Amsterdam zijn. Het reizen tussen Zwolle en de Randstad wordt gemakkelijker. Amsterdam komt dichterbij en dat biedt een nieuwe impuls voor de Zwolse regio, inclusief Hattem. Op zijn zachtst gezegd is de bouw van de brug en van de Hanzelijn niet onopgemerkt aan Hattem voorbij gegaan. Hattem en de Hattemers zijn nauw bij het proces betrokken geweest en tonen veel belangstelling. De meningen verdeeld over de brug, over de kleur, over de vraag of er een tunnel moest komen, dan wel een brug. Het bouwproces is door velen met interesse gevolgd, onder andere door onze Hattemse kunstenares Edith de Jong Corridon. En zij heeft een schitterende beeldrapportage gemaakt van de bouw van de brug. En die beeldrapportage wordt in september in ons mooie stadhuis geopend. Wat zijn de overige onderwerpen van deze week? Oldtimerdag, Dikke Tinnen Festival deel 1, Hoogste Zonnebloem van Hattem, Kunstwerk Parkeergarage kreeg nieuwe locatie, Zomermarkt, Nieuwe Weg krijgt geasfalteerde stenen in Middenberm en tenslotte Zwembad officieus in gebruik genomen. Zaterdag 25 augustus vond de jaarlijkse Oldtimerdag plaats. Ondanks dreigende weersomstandigheden een grote deelname aan oude auto's, Solexen, brommers en tractoren. Smullen voor de liefhebbers en deelnemers die een leuke, actieve dag beleefden. Dames en heren, deelnemers en publiek, welkom op de Oldtimerdag Hattem. De 26e uitvoering alweer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik kom niet op weg. Hey. Eigenaar van deze trekker. Sinds wanneer heeft u deze trekker? Die heb ik vorig jaar gekocht. Nou, ik wil graag een hobby bij hebben. En al wat voor een jaar is deze trekker? 1961. Nou, dat die ouder zijn, dat die mooi loopt. En dan allemaal, hè, een mooi geluid. Nou, dus iets mooi bekijks. Sommige dingen moesten wel aan gebeuren die genoeg moesten worden. Ja? Maar verder is het niet zoveel. Ik ben heel blij.
gaan vertrekken. Vervolgens gaan we om 10:45 een aanvang maken met het starten van de auto. 10:45, auto's groep A, eerste pleintjes naar de balie. Deze Peugeot is uit 1933, is nog helemaal origineel, alle onderdelen. Ik heb er ongeveer 4,5 jaar aan gewerkt, 20 uur per week. En zo'n 50 weken per jaar. En nu rijden we er bijna elk weekend wel tochten mee in Nederland. U staat hier bij uw auto, maar we zien u niet deelnemen aan de rally. Nou, dat is heel simpel. De auto doet het niet. Ik heb alleen nog ergens een elektronische storing zitten, waardoor hij maar 2 kilometer loopt en dan houdt hij ermee op. Het is inderdaad een oldtimer, het is een kitcar. Het is een Merlin. Dat is een fabriek geweest in Engeland die maakte dit soort kitcars op basis van de Ford Taunus. Ik ben Wijnand Smit en ik kom uit Zwolle. Ja, het is een Citroën type A. Het bouwjaar is 1920. 15 jaar geleden had ik hem klaar, laat ik het zo zeggen. Ik ben er ongeveer 1,5 jaar mee bezig geweest. Ik heb hem gekocht in onderdelen, in kistjes. Helemaal gedemonteerd, alles lag uit elkaar. Ja. Hey, come on.
heren, voor de hoeveelste keer is het dat deze dag georganiseerd wordt? Dit jaar de 26e keer. En dan vraag ik aan meneer Senior, bent u al die jaren hierbij betrokken geweest? Ja, ik ben er ook mee begonnen. Hoe is dit initiatief bij u ontstaan om daarmee te beginnen? We waren een paar oude motorfietsliefhebbers. En hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten eens een ritje maken. Toen zijn we in Zwolle begonnen op de veemarkt. Een jaar erop hebben we besloten om naar Hattem te gaan. En zodoende is het in Hattem begonnen. We kregen verschillende groepen deelnemers, want dat is natuurlijk inderdaad nu allemaal tractoren, auto's, brommers, alles doet nu mee. Hoeveel deelnemers heeft u momenteel? Vanmorgen hoorde ik al een keer 250 deelnemers waren er nu. Nou, dus gezien de weersverwachting is dat nog eigenlijk erg goed. U bekijkt het vandaag een beetje van een afstand, heb ik begrepen. Ja, ik ben er ook min of meer uit de organisatie uitgestapt. Door gezondheidsredenen, dat lukt me niet meer zo. Gelukkig hebben we een goede opvolging. We hebben behoefte aan mensen die achter de schermen wat willen betekenen. Op de dag zelf, ook in het voortraject of handig zijn met computersystemen. En die mogen zich heel graag melden via de website www.oldtimerdaghattem.nl. Kun je in contact komen met mij en dan van harte welkom. En u het allerbeste met uw gezondheid. Dank u wel. We staan hier voor iets prachtigs, om maar zo te zeggen. Kun je uitleggen aan onze kijkers wat dit precies is? Dit is een oude scheepsmotor, een gloeikop, die dus in een schip gestaan heeft. En ik gebruik hem nu als stationaire motor om een meelmolen aan te drijven die achterop staat. Interview. Wat is jouw taak hier precies? Min of meer een beetje spinnen in het web. Met de voorbereiding is het ook meer het administratieve gebeuren, het aanvragen van de vergunning en dergelijke wat ik doe. En hier is het ook achter de balie, een informatiepunt eigenlijk. Ja. Met hoeveel vrijwilligers ben je hier actief voor het administratieve gedeelte? Administratieve gedeelte doe ik eigenlijk alleen. En hier bij de balie werken we met 4 of 5 vrouwen. Ja. De hele organisatie bestaat uit 9 personen. Dus zijn allemaal... Gerrit van der Worp, u heeft een prachtige brommer daar staan. En die... komt uit 1948. Ja, bent u al sinds dat jaar eigenaar van die brommer? Nee. Die heb ik van Twinter gekocht. Het is de Nederlandse Leeuw is een fietsenfabriek geweest in Brabant. En die hebben in 1947, 1948 hebben ze een paar prototypes gebouwd. Hij is ongerestaureerd en ik laat hem ook zo. Kijk, die heb ik dus ook gerestaureerd. Die heb ik vorig jaar hier op de markt gekocht. Dit is een hirondel. Ja. Dat is een Frans brommetje. Ja, en uit wat voor jaar is die bijvoorbeeld? Van 1960. Het Dikke Tinnenfestival is een jaarlijks terugkerend festijn. Wegens bezuinigingen is ervoor gekozen om dit festival om het jaar te houden. Een happening waarbij jong en oud zich een dag eeuwen terug in de tijd waande. Die baan werd echter verstoord door cameramensen van TV Hattem, die met moderne apparatuur u een gezellig kwartiertje wilden bezorgen. U weet dat u vandaag alleen op middeleeuwse voertuigen de stad in mag? Ik weet het, ik parkeer hem ook zo gauw mogelijk. Helemaal goed. Ik zal welkom in Hattem. Dankjewel. Wat heb jij voor ondeugends gedaan? Niks. Niks? En waarvoor sta je dan daarin? Vind ik leuk. Vind je het leuk? Kun je mij verstaan? Ze kan niks zeggen. Wat ben jij dan? Ja. Wat doe jij? Wij zijn levende standbeelden. Zo, en wat stel jij voor? Een zwerver. Hoe heet jij? Lisa. Lisa. Oh nee. Zwerver zeezuiver. Zo, leuk. En hoe lang zwerf je al? Al wel 10 jaar. Dat is beter dan ik. Nou, kom maar, gaan we even zoeken. Wil jij ook aan die zoeken staan? Ja. Goed zo. Al 70. Hij gaat landen. Weet je wat?
Goed zo, goed zo, goed zo. Ja! En die nog één keertje? Kom op, ja. Hè? Wat is je taak hier? Ik help met name Inge Kamerman met de organisatie van de spelletjes in de Adelaarshoek. Met meer mensen? Ja, met meer mensen. Inge heeft eigenlijk zet de hoofdlijnen uit. En dan doe ik onder andere met Barbara Rauwenhorst de spelletjes, de catering voor de vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebt u ongeveer? Ik denk 50. Tussen de 40 en de 50. En die komen jullie bij elkaar en dan is het organiseren? Nee, we hebben al van jaren terug al wel vrijwilligers die ieder jaar gewoon weer terugkomen. Die schrijven gewoon ieder jaar weer aan. En de meeste mensen doen dat ook al jaren. Die komen ook gelijk weer enthousiast en die doen weer mee. Maar weet je, die hebben dan weer kinderen. Die kinderen worden ook groter. Dus er staan ook heel veel kinderen achter de kraan bij de spelletjes. Dus eigenlijk, ieder jaar hebben we zoiets van, hebben we er wel genoeg? Maar het komt eigenlijk altijd goed. Loopt alles naar wens? Ja, het loopt prima. Ja. Hoeveel mensen zijn er aanwezig die iets doen? Dus ik denk wel zeker 400 mensen die gewoon in kleding hier zijn. En die van alles doen. Is dat voor de hoeveelste keer wordt dit nou gehouden? Als Dikke Tinnen Festival is dit denk ik de zesde of de zevende keer. Maar het wordt elk jaar wordt het wel weer groter. In 2010 was het voor het laatst. Vorig jaar hebben we het dan een keer niet gedaan. En nu, dat we het nu één keer in de twee jaar organiseren. Wat bent u hier aan het doen? Wij komen hier een demonstratie geven. Wat de honden kunnen en hoe je de honden traint. En dat kunnen we dan laten zien via die ganzen. En doet u dit alleen of is dat je partner, echtgenoot? Of? Dit is mijn echtgenoot en Note. En die doet een uitleg. Maar allereerst, dames en heren, voordat ik ons aan u voorstel, zou ik u willen vragen, neemt u een klok in gedachten. Die ganzen zijn het middelpunt van de klok. Johan is de 12 en de hond is de 6. Gaat Johan naar rechts lopen, dan gaat die hond ook naar rechts. Instinctief moeten die ganzen bij die baas blijven. Maar nu draait hij om en nu moet de hond ook omdraaien. Dat doet hij dus niet. Ja hoor, daar gaat hij. En dan gaat hij naar links. En we hebben de honden opgeleid bij de schapen. Dit is ook de eerste hond die ik gezien heb in die 20 jaar dat wij schaapzeiler zijn. Die als hij klaar is met zijn werk met zijn poten gekruist over elkaar gaat liggen. En dan is het nou, ik ben klaar baas. Lopen. Zie je? Ze kruipt vooruit. En aar. En weer hot. Terug jij. Zitten. En weer aar. En weer hot. En eromheen. Liggen. En weer aar. En daar komen ze. Zitten ze er allemaal tussenin? Het zijn er 14. Goed zo. Keurig slim.
Ja, inderdaad, u maakt maar leuk de foto hoor. Daar zijn we voor. Kijk, daar komen ze. Rustig, slim. Rustig. Het hekkentje gaat los. Ja, en daar zijn ze. Maar nu, hou tegen dat ze er niet langs heen gaan, hè. En daar komen ze. In één keer. Goh, dat is knap. Dat is heel erg knap. Goed zo. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor deze kanjers. Wat bent u zielig. Kunnen die praten? We zijn verlaten door onze familie. Zo. Vrienden kennen we niet. Wij moeten bedelen om aan de kost te komen. Uitgestoten, uitgekost, meneer. Het lijkt wel alsof we de cultuursector zijn. Ja, kijk maar eens hoe ze rochelen. De laatste die nog in ons midden zijn. Wij zijn de laatste nog. Verbannen worden we naar ruige oorde. Het is een tragedie. Het is een tragedie. Klagen doen we niet hoor. Nee, maar het is een ellende. Michael Jackson. Die had hetzelfde als wat wij hebben. De neus viel eraf. De oren die begaven het. De benen. Het is een tragedie. Maar we dragen ons lot met ere. Maar Michael Jackson is al dood en u leeft nog. Ja, nee, wij zijn teruggekomen eigenlijk. Okay. Wij zijn teruggekomen. Wij moeten het voorbeeld zijn. Voor de hedendaagse decadente samenleving. Het is dat wij nog een goed hart hebben en een zuivere ziel. Maar u gebruikt geen drugs. Nou, ik zal zeggen, wat is drugs, meneer? Wat is drugs? De moderne mens die sterft van de drugs en noemt het anders. Maar wij drugs, nee. Hebben wij drugs gebruikt? Oh, nee. Michael Jackson wel. Michael Jackson, dat horen wij in de hel ook wel eens, ja. Dat die Michael Jackson, nou die was niet helemaal fris, hè. Nee, maar wij hebben altijd zuiver. Ook kuis geleefd. Ook kuis geleefd? Ja, ja. Thuis, nee, kuis. Ik dacht kuis geleefd. Ja, kuis, thuis kuis. Thuis kuis. Wat doet u hier? Wij zijn uitgenodigd. Mijn echtgenoot is de schout. Wij komen uit Harderwijk, daar wonen wij. En hij is hier gekomen om de orde te handhaven in deze stad. De schout is aangesteld door de hertog van Gelre om recht en orde in de stad te handhaven. Dus dat betekent dat iedereen die de wet overtreedt, die wordt opgepakt en ik behoor dan het oordeel te vellen. Toen verschenen er ineens twee hele kleine mannetjes. En ze hadden helemaal niks aan. In een blootje kropen ze op de werkbank. Ze zagen daar het leer liggen, ze pakten het gereedschap en ze gingen aan het werk. En ze naaiden en ze klopten. Totdat ze van al het leer de mooiste schoenen hadden gemaakt. En toen ze klaar waren, die twee kleine blote mannetjes, maakten ze dat ze wegkwamen. Boeren, burgers en buitenlui hoor! Zijn de temperaturen hoog? En wordt uw mond wat droog, dan snel naar de markt nummer 3. Vandaar vindt u Tutti Galati, de ijssalon van Hattem en omstreken. Menig toerist is hier al neergestreken. Verder mag ik u mededelen dat een 14-tal omroepers uit heel Nederland, maar ook uit België, vanmiddag zullen strijden voor de hoogste eer, namelijk de tinnenbeker. Om 1:30 in de tuin van de tinnen, onze eerste roep. Staatsomroeper in geel en zwart, ik groet u namens mijn mooi bolzwart, één van de Friese Elfsteen. Allen naar Duponzo, overheerlijke tot specialiteiten dat er zijn. Pompenschitter staart,
van thee en bier. En zegt het voort. Mosselen met friet. Welke Hollander lust dat nou niet? Of je nu Hottemer bent, of je bent een Drent. Zeeuwse mosselen is iets wat elke Nederlander kent. Boeren, burgers en buitenlui. Hoort, hoort. Luister naar wat ik u aan woorden spuit. Over een stad zo bijzonder en zo verrassend heden. Een stad ontstaan uit zijn eigen ver verleden. Hattem kreeg stadsrechten van Reinoud de Eerste. In een tijd dat hier alom welvaart heerste. Het kasteel, de beruchte, zogenoemde dikke tinnen. Waker over des burgers vrijheid en andere gewinnen. Burgers van Hattem, met woorden, wapens en moed, verdedigden zich voor haven en goed. Zelfs Alva, Parma en Willem van Montfoort, de burgers hielden hen buiten een hanzepoort. Kijk om u heen, als u dwaalt door straat en steeg, herken de voermanluchten en het bakkersdeeg. Bewonder de dorpspoort, Danelshuis en Andreaskerk. Zie de nijvere burgers, Anton Pieck waardig aan het werk. Geniet van schepen op de IJssel, jachten in de haven en bezoek de Spaanse graven. Historie en cultuur met hoofdletters geschreven. Omdat u heden en verleden in Hattem kunt beleven. Zegt het voort, zegt het voort. Ik zie dat u hier een hele rij ponies hebt staan. Verwacht u de grote drukte? Wij hebben alle jaren altijd grote drukte, maar vooral wat later in de middag. Mensen met kinderen komen toch blijkbaar wat later op de middag. Dus het is nu nog wat rustiger. Maar dat is niet erg, want het is erg warm. Trek maar en dan laat je los. Dat is heel goed, want je hebt hem. Bij mijn weten is het de eerste keer dat TV Hattem spontaan uitgenodigd werd om een vermeend record op Floragebied te komen filmen. Onze vraag aan u, is dit inderdaad de hoogste zonnebloem van Hattem? Die heb ik als stek van mijn schoonzoon gekregen en met de Koninginnedag. En het resultaat is hier dus. Hoe krijg je zo'n zonnebloem zo hoog? Is er een speciale behandeling moet je geven? Niks. Ik denk dat het een standplek is of zo. Zeg het maar onder de boom uit de wind misschien. Ik weet het niet. Heb je ze al eerder zo... Zo hoog gezien? Nou, nooit. Ik heb nooit zonnebloem. Nee. De eerste keer? Ja. En gelijk raak? Ja. En hoe hoog is die? Weet je ook ongeveer hoog?
denk van 3,65 meter. Gok. Is, vorige week op een meter toen was hij 3,60 en nou, die knop die groeit nog steeds die er bovenin zit. Dus hij heeft zijn maximum niet bereikt? Nou, ik denk het nou wel. Als kijkt hij bij de buren over de schuur, dat kan je niet hebben. Nou, we gaan dus even meten hoe de hoogte is. Goed. En ik ben benieuwd als er nog meer hartemers zijn die nog een hogere zonnebloem hebben als wij. Het kunstwerk voor de parkeergarage heeft daar jaren op wacht gestaan en kreeg ouderdomsverschijnselen. Vandaar een opknapbeurt en een nieuwe bestemming met weids uitzicht. Waarom en wanneer heeft de gemeente Hattem dit monument aangeschaft? Het kunstwerk is in 1998 in het kader van Hattem 700 jaar aangeschaft. In 1998 zijn toen de opdrachten uitgevoerd onder begeleiding van de adviescommissie Beeldende Kunst en onder leiding van wijlen wethouder Adams. In de tijd zijn er 70 kunstenaars geselecteerd en uiteindelijk zijn er drie die de opdracht hebben gekregen om een maquette te maken. Deze maquettes zijn in het stadhuis tentoongesteld en de bevolking en de adviescommissie Beeldende Kunst hebben uiteindelijk gekozen voor Nicolaas Dings. Nicolaas Dings is een kunstenaar uit Amsterdam en die heeft voor het bedrag dat hij toegewezen kreeg twee kunstwerken van kunnen maken. Eén kunstwerk staat op de plek van de oude Darrenpoort aan het begin van de Kerkstraat. En het tweede kunstwerk is eigenlijk op de brug Stadslaan gepositioneerd aan het begin van de overdekte parkeerplaats. En dat is dit kunstwerk geworden. Dit kunstwerk heeft daar 12 jaar gestaan. In die 12 jaar heeft het weer, wind, licht en water en vorst de sporen achtergelaten. Want de kleuren zijn verbleekt en er ontstonden haarscheurtjes in het kunstwerk. Voordat het hier geplaatst is, moest het gerenoveerd worden in het begin van het jaar. En over de renovatie kan mevrouw Neumann iets meer vertellen. Ja, op een gegeven moment kwam de gemeente bij mij met de vraag, omdat ze gehoord hadden dat ik nog wel met steen werk en repareren van steen en materialen die daarvoor van toepassing zijn. Bij me met de vraag of ik eens wilde kijken naar dit beeld. Omdat er wat schade, wat vorschade en kleurverlies opgetreden was. Het kleurverlies was wel heel erg. Het blauw wat je nu weer mooi blauw ziet, was eigenlijk helemaal weg. Het was bijna wit. En het beeld geïnspecteerd bleek wat haarscheurvorming in te zitten. En wanneer je dat niet repareert, dan komt er water in. En in vorstperiodes dan gaat het uitzetten en knapt het kapot. Dus dan wordt de schade alleen maar groter. Dus dat moest wel weer aangepakt worden. En dat is gebeurd door de firma Fama uit Apeldoorn. En die heeft, dat komt in dit filmpje ook verder te sprake, die gaat uitleggen hoe dat precies gegaan is. Wat voor materiaal is dit? Dit is terrazzo en dit is gemaakt van cement met marmerkorrels. En dat is gestot in een mal. En na verharding hebben ze hem helemaal gevreesd om de structuur te krijgen en daarna fijn overgepolijst, zodat hij zijn kleur krijgt. Is hij totaal terrazzo of ik zie er ook andere kleuren? Dat blauw, dat is groen. Is dat allemaal terrazzo? Het is allemaal terrazzo. Terrazzo is een verzamelnaam voor het bewerken van, vroeger werd dat wel eens genoemd, nepsteen. Dus dat wil zeggen cementgebonden met korrels. Dan heb je traditioneel, dat wordt gebalst en uitgewassen in het werk, zoals de oude gangvloeren die men wel kent van klassieke huizen, met een mozaïek erin. En dan heb je in het werkplaats gestort en dat wil zeggen zoals dit. En dan wordt het in een contramal gestort en naar de tijd geschuurd en gepolijst. Maar wat bent u nu aan het doen met deze voorstelling, met dit beeld? Hij was helemaal verweerd. Wij hebben er ongeveer 1,5 mm afgevreesd, zodat we weer op de originele kleur komen.
En nu gaan we hem weer fijner. We hebben hem dichtgezet om de poriën en scheuren te repareren met twee componenten. En wordt daarna weer fijn overgeschuurd, zodat hij weer zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgt. Maar hoe komt dat nou met die niets? Gaat sneller dan de jaren, geloof ik. Dat is dan ook afgeschuurd. Ja. Maar bijtelt hij dat toch iets in? Of? Nee, dat is een kunststof iets. Dat kunnen we gewoon meeschuren in polijst. Dat is ongeveer een centimeter dik, dus daar gebeurt er verder niks mee. Ook, en dat wordt weer wit? En dat wordt weer wit. Je kunt het hier al zien dat hij hier al witter is als daar. Waar poets je mee, waar slijp je mee? Diamant. Diamant. Mogen we dat eens zien? Ja. Diamant, er komt water door de kop heen, zodat hij gekoeld wordt en dat hij het slijpsel afdoet. En we zuigen het weer af met de waterzuiger gelijk, zodat we niet zeiknat worden en dat niet alles eruit ziet. Okay. Maar behandelt u nog, hij is dan erg mooi, althans dat gedeelte is erg mooi. Wordt hij nog behandeld op een of andere manier, dat je zegt van nou een laklaag eroverheen of iets dergelijks? Of... Als hij droog is, wordt hij geïmpregneerd en in een of anti-graffiti systeem of in andere beschermlaag gezet. Oké, en de bovenstanden hoeft hij niet te behandelen, het is alleen eigenlijk de basis. Die wordt nog wel fijn overgeschuurd. De bol hebben we helemaal in twee componenten gezet. Wordt ook weer fijn overgeschuurd. Omdat daar relatief veel schuurvorming in zat. Wat houdt dit monument eigenlijk in? Ik kan u iets vertellen over het kunstwerk. Je ziet hier een ovale sokkel. Met daarin drie figuren erboven. En die drie figuren die verwijzen eigenlijk naar het verleden, heden en toekomst. Je ziet in eerste instantie de toren. Dat is een kleine uitgave van het kasteel De Dikke Tinne, waar het ooit in de binnenstad van Hattem heeft gestaan. Daarnaast ziet u het gezicht, het stenen gezicht. Dat is de personificatie van de IJssel. Een verwijzing van het heden, dat de IJssel nog stroomt langs Hattem. En de IJssel heeft vroeger toch een hele belangrijke betekenis gehad voor Hattem. Daarnaast ziet u een wereldbol. Dat moet dan het universum voorstellen. Dat altijd in beweging is en voortschrijden als een draperie. Dus verwijzing naar de toekomst. En dat geheel wordt in één zin samengevat door de tekst van Ovidius. Niets gaat sneller dan de jaren. Het is uiteindelijk op deze plek terechtgekomen omdat het in een mooie omgeving thuis hoort. Ook de verwijzing naar het heden, verleden, toekomst kunt u zich hier voorstellen. De IJssel. Mooi uitzicht op de uiterwaarden, mooi uitzicht op de haven. En ik zal dus ook aan de stadsgister vragen of zij hun route willen wijzigen en dat ze dit kunstwerk in hun route opnemen. Opdat toeristen hier echt van de rustige omgeving kunnen genieten. En daarnaast is de omgeving, als het bewolkt is, stond Voerman altijd op de dijk om inspiratie te doen voor zijn schilderwerken. En dan kunt u ook genieten van de luchten van Voerman. Bedankt. Graag gedaan. Tijdens de zomermarkt op 10 augustus werd er in de toren een concert gegeven door de bijaard van Hattem en de bijaard van Hasselt in België. De Belgische bijaard staat bekend als wereldkampioen carillon spelen. Geniet van het duet carillon en piano. Thank you.
nieuwe weg heeft wekenlang opengelegen om er nieuwe riolering en glasvezel in te leggen. De rijbaan is volgens de nieuwste inzichten aangelegd. Maar uiteindelijk wordt de weggebruiker voor de gek gehouden. Je denkt dat tussen de rijbanen stenen zijn aangebracht. Maar bij nader inzien ligt het toch anders. Hier een street in aangebracht, maar verderop in het dorp leidt de jacht aan met de klinkers. En de klinkers die laten los. Iedere keer verzakking. En nu is er architect die heeft asfalt voorgeschreven met een klinkermotief. En door het asfalt en de verwering eronder, dan heb je niet zoveel last van verzakking. We hebben diverse malen. Dit is nou de dikformaat mal. Maar we hebben ook de walformaat en BKK hebben we ook. En dubbele klinkers zoals die hebben we ook wel. We hebben 40, 50 motieven. Dus als een opdrachtgever een aparte motief heeft, dan wordt die apart gemaakt. Voor alle goede duidelijkheid, die strook die lag er al in. En nu trilt u daar een motief in? Ja. Kijk, het is gewoon asfalt. En doordat het asfalt is, heb je veel minder last van verzakking. En als de asfalt goed is, dan blijft je motief die blijft 10, 15 jaar zitten. Dus in feite, dan, dit lijkt een klinker, maar het is asfalt. Ja. Dat is het verhaal eigenlijk. Ja. Hier wordt het asfalt nou verwarmd tot plus min 100, 110 graden om de motief erin te krijgen. De branders die werken op propaangas. Eén dagje bent u hier rond hier? Dit is een dagwerk, ja. Maar tegenwoordig zijn we helft van het jaar zijn we met streetprint bezig. Zo, zo goed systeem is het? Nou, zo goed en vooral meer toegepast. Ja. Omdat ze willen nou van die klinkers af, gewoon de straatklinkers. Onlangs is het zwembad officieus in gebruik genomen. De komende 3 weken willen we steeds een impressie geven van het bad en voor welke doelgroepen het geschikt is. Waarom is gekozen voor deze locatie? In 1995 is het zwembad de Watermolen geprivatiseerd en in handen gekomen van de Molenkaten. Die hadden een contract afgesloten met de gemeente voor 10 jaar exploitatie en dat liep in 2005 af. Daarna zijn er gesprekken geweest met de gemeente en Molenkaten en die zijn helaas niet tot overeenstemming gekomen om op het terrein van de Watermulder een nieuw zwembad te gaan bouwen. Toen heeft de gemeente een plek gezocht in de gemeente Hattem waar nog ruimte was om wel zo'n zwembad neer te zetten. En dat is hier bij de Marken geworden, een prachtig complex geworden. En waar we nog zeker heel veel jaren plezier aan kunnen gaan beleven. Oké, en hier gaan we dan naar het verwarmingsgedeelte van het zwembad toe. Even wat verlichting aandoen. Ja, komt u maar verder. En waar we dan direct naartoe lopen, dat is de houtgestookte kachel die het zwembad voor als het warmte gaat voorzien. Die wordt gevoed met houtsnippers. Houtsnippers die worden aangevoerd door de Rova en worden hier buiten in een bunker gestort. In de bunker zit een grote schijf die ronddraait, zodat de houtsnippers niet kunnen gaan klonteren. En daar zit een wormwiel in die hout transporteert de kachel in, volautomatisch. De kachel vraagt om brandstof. Hij gaat gewoon aan en gaat draaien. Hij is op het ogenblik niet aan het draaien, maar hij kan wel een beetje kijken of we het systeem kunnen laten zien. En daardoor
komt dan het hout de kachel in. Dat noemen ze dan een warmwiel. Het residu? Het residu dat komt daar in de grijze afvalcontainer. Wordt ook helemaal volautomatisch afgevoerd. En het principe van deze verwarmingsketel is dat dit vat met water, dit is een gesloten systeem. Hij brengt dit op een temperatuur van, ik meen, 95 graden. En daar wordt het hele systeem mee gevoed. Dan krijg je overal warmtewisselaars te zitten. Dit is de basis en daar gaan we op verder. Met warmtewisselaars, zo vindt warmteoverdracht plaats. Als deze ketel op storing gaat of in onderhoud gaat, hebben we nog twee hele kleine keteltjes. Wel groter dan we thuis hebben hangen, maar die gaan dan het werk overnemen. En we hopen dan dat hij niet zo lang buiten bedrijf blijft, zodat deze weer heel snel uit kunnen. En de houtsnipper is eigenlijk de hoofdwarmte aangever. De gedachte die hierachter zat met de houtkachel is al het afval, snipperafval wat de gemeente Hattem produceert, kunnen wij jaarlijks verbranden. En dan kun je dus zeggen dat we energie neutraal bezig zijn. Anders dan gooi je het afval weg op een hoop. En nu kunnen we in ieder geval de hoeveelheid. Dit wil niet zeggen dat het hout wat uit de Hattemse bossen komt, hier nu verbrand wordt. Nee, zo werkt het niet. Dat wordt afgevoerd naar de Rova. De Rova die maakt er kleine stukjes van, die weer aan een bepaalde voorwaarde moeten voldoen, voordat ze als houtsnipper bij ons verbrand mogen worden. Wat de kosten betreft, wat houtsnippers aangaat, is op dit moment de kostprijs goedkoper wat het stoken van de ketel betreft dan wanneer je dat conventioneel met een gasgestookte ketel zou gaan doen. Dus ja, we zijn goedkoper uit. Nou, dan zie je hier een batterij aan verdelers die het warme water overal naartoe sturen in het zwembad en door het hele gebouw heen. Dan hebben we ook nog warmtepompen daarin zitten. Die halen weer warmte uit kantoren, uit vloeren weg waar we geen warmte willen hebben. En die zetten die warmte ook weer terug in het systeem, zodat we dat ook weer kunnen gebruiken. En daarbij natuurlijk nog de boilers om het douchewater te verwarmen. Hier lopen we natuurlijk mooi rechtop. We stoten onze hoofden niet, dat gaat hartstikke goed. Maar de oude situatie was iets anders. Dan moest ik door een luikje van 80 bij 80 centimeter kruipen in de machinekamer. En dan kwam je onder de grond waar op deze manier dan gekropen moest worden. Het voordeel was wel, er zat wel verlichting onder het zwembad. Oh, ja. En dat heeft alle jaren dat ik daar gewerkt heb altijd nog gefunctioneerd. En nu zelfs als we nu naar binnen toe gaan, het knopje om, de lampjes branden nog. Maar we moesten echt op deze manier rond het zwembad inspecteren, kijken of er nog leidingen lek waren, of de leidingen kapot gingen. En ja, zo hebben we dat altijd moeten doen. En dan achter deze muur, ja, daar zal dan binnenkort de opnamestudio voor RTV Hattem ingericht gaan worden. Die een plekje in onze machinekamer heeft gekregen. En dan staan we hier voor de nooduitgang van het zwembad. De achteruitgang bij de kleedruimtes. En hij is zeker bedoeld ook voor de rolstoelers die we dan binnen hebben. Die dan via deze hellingbaan het pand kunnen verlaten in geval van calamiteiten. Tegenaan tegen uw zwembad? Nou ja, ik ben blij dat het er is natuurlijk, ja, maar wel, ja, de ene kant, maar ja, dit. Waar komt het geld vandaan? Dat van weer natuurlijk. U gaat het niet voelen in de portemonnee, denk ik hoor. Nou ja, goed, wij zwemmen er wel uit. Ja. Wij zwemmen elke dag, dus bij ons is het, maakt het niet uit. Maar ja, dit mooie stukje natuur, hè. Dat vind ik zo jammer. Zo jammer. Dat ja. Nou ja, het is afwachten. Ik weet niet hoe het verder zwembad, dat ik mijn baardje maar kan trekken. Gaat u het nieuwe zwembad nog meer zwemmen dan u gedaan heeft in het oude? Kan niet, want ik zwem elke dag. Zowat 7 dagen per week. Dus eerder zijn we blij, maar aan de andere kant. We afwachten wat we terugkrijgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat ik hier zijn moet. Wat komt u hier doen? Zwemmen. Natuurlijk. Naar uitgekeken, maar ik weet niet waar ik heen moet. Ik mag met de lift. Nou, kijk eens aan. Ja.
Als ze pikken. Het licht ligt op de trap, denk ik. Ja, laat ik eerst feliciteren. Met succes. Dat wordt ook nou voor de bakker. Dank je. En je bent van de oude trap niet. Dus ik ga met de lift. Jij mag met de lift. Nou, benieuwd. Heel benieuwd. Even kijken, want we staan nou hier, dan moet je dus naar 0. Oh, nou de kelder in. Nee, dit is namelijk. Kijk, ik kom hier bij de kassa weer uit. God, daar staat hij ook af. En hoe lijkt dat? Nou, de entree is goed, nou nog de rest, hè. Even bekijken. We gaan dus eerst in het bad. Ik ben meestal wel. Hoe lang zwemt u al hier? In het oude zwembad dan? Vanaf mijn zesde, dus van, ik ben al 73 jaar. Ja, niet in dat overdekte, wel in dat buitenbad, vanaf 6 jaar. Zo. Dus dat is wennen, hè? Dat is echt een oud gediende. Ja, maar dit is wennen. U bent een van de eerste zwemmers hier? Nu wel, ja. Ja. Dus, Vroege vogel? Het liefste wel, ja. Anders, nou ja, woensdagmorgen kun je heel vroeg, hè, om 7 uur. Dus dat vind ik altijd de fijnste tijd. Hoeveel baantjes trek je? Nou, meestal een half uurtje. En dan even tussendoor rusten. En dan weer verder. Ja. Wat is weer zinderen? Nou, hier, dit lijkt me wel heel goed, ja. Maar goed, we moeten daar nog proberen. Ja. Wij zijn gewend elke dag een half uurtje te zwemmen. En dat is heel goed als ik over de 80 ben. Dan wordt hier weer reclame voor maken. Dat al die 80 in dat gaan doen. Daar blijven we zo bij, hoor. Dat is het. Mevrouw Bassiani, hoe was de eerste duik? Oh, heerlijk. 100% meegevallen. Ja, ja, want ik was een paar keer bij een keer bezemzwemmer geweest. En toen ik zag er tegenaan om hier naartoe te gaan. Ik denk, als het precies zo is, dan is dat voor mij geen op. Maar die trapjes zijn lekker om erin te gaan. Dus, en die overloop hier, dat heeft wezen niet. Dat laat ik tot steeds terug. En toen denk ik al, dan krijg je zo'n grondslag terug. Hè, en ik ruik helemaal geen chloor, hè? Nee, ook niet. Nee. Nou ja, dat is net nieuw natuurlijk. Hè, dus alles is los geweest. Maar ik bedoel, ben ik verder mee. Maar, 100% meegevallen. Al die commentaar die erop, hè, dat ding is maar, nou ja. Het is leuk. Ik hoop hier met zoveel plezier te zwemmen vast. Nee, het is maar 100% meegevallen, hoor. Lekker. Dit is dan weer het einde van deze uitzending. Ik heb ervan genoten en ik hoop u ook. Vanaf vrijdag is TV Hattem er weer met nieuwe onderwerpen. Tot dan.